Het wegmeubilair in het land laat te wensen over. Dit zei VHP-parlementariër Harriet Ramdien donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet instelling verkeersautoriteit. Behalve dat een deel van het wegmeubilair beschadigd is, merkte Ramdien op dat er op vele plaatsen geen wegmeubilair is. En ik zeg dit omdat ik uit ervaring praat, wanneer ik de Oost-West-verbinding rijd en ik 's avonds langs ga, ik door middel van de borden precies weet waar nu een bocht komt en welke richting op moet gaan. Dus die verkeersmeubilair is heel erg belangrijk dat daar naar gekeken wordt en dat die echt in orde zijn. Dus ik vraag de regering om daar naar te kijken. Ramdien haalde verder aan dat ondanks de vele voorlichting en bewustwordingscampagnes voor veilig verkeer er nog steeds veel ongevallen plaatsvinden in het verkeer. Ze meen dat de voorlichting voortgezet moet worden om erger in het verkeer te voorkomen. Gisteren hebt u zelf gezien, 3-personenauto, 2 DAF-trucks, wat ik persoonlijk meegemaakt heb. Ik was ter plekke en als u de schade ziet is erg groot. Dus ik zou zeggen toch met de voorlichting door blijven gaan en kijken hoe we de situatie toch redelijk in balans kunnen houden, waardoor we minder verkeersslachtoffers krijgen. Ramdien benadrukte ook dat het Verkeersslachtoffersfonds onder een goed orgaan ondergebracht moet worden, zodat behoeftigen daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Verkeersslachtoffers komen heel vaak er alleen voor te staan en daarin moet verandering komen, meent Ramdien.